vandaag Wereldgezondheidsdag. In Ivoorkust wordt nog zwaar gevochten. En Para heeft een nieuwe bibliotheek. Goedenavond en leuk dat je kijkt naar het 10 minuten jeugdjournaal. Als je ziek bent, ga je naar de dokter. Die schrijft dan een recept uit en daarmee haal je medicijnen bij de apotheek. Maar soms werken die medicijnen niet meer, terwijl ze dat vroeger wel deden. Dat is vandaag het thema op Wereldgezondheidsdag. Medicijnen krijg je om ziektekiemen te bestrijden. Als dat niet werkt, kan het dat je lichaam resistent is geworden tegen het medicijn. Resistentie wil zeggen dat de micro-organismen, dat zijn microscopisch kleine organismen, dus je kan alleen met een microscoop zien, ongevoelig zijn voor een antibioticum. En dat kan op verschillende manieren. Eén manier is bijvoorbeeld dat ze een stofje produceren die het antibioticum, als ze het antibioticum zien, het antibioticum kapot maken. Om medicijnen te maken moet er eerst goed onderzoek worden gedaan. Daarna mogen ze pas als medicijn worden verkocht. Meestal komen ze uit de fabriek, maar de apotheek maakt ze ook gewoon zelf. Normaal is het zo dat je in de apotheek geneesmiddelen op een recept krijgt. En vandaag gaan we even laten zien wat er achter de schermen gebeurt als je dus bijvoorbeeld een zalfje voorgeschreven krijgt. Als eerste worden de stofjes die op het briefje staan, worden allemaal afgewogen. Het wegen moet heel nauwkeurig plaatsvinden, doordat allemaal op individueel niveau, dus per persoon, moet dat apart worden gemaakt. Het is belangrijk dat je antibiotica alleen gebruikt als het echt nodig is en de juiste hoeveelheid. Anders kan het wel verkeerd aflopen. Het is gevaarlijk als het gebeurt, want als je bijvoorbeeld een infectie hebt en je wilt het behandelen met een middel en je denkt dat de bacterie gevoelig is voor het middel en het werkt niet, dan wordt de infectie ernstiger en dan word je erger ziek en je kan zelfs doodgaan. Zo, dit zalfje is klaar om naar de patiënt te gaan. Nu maar hopen dat die snel weer beter wordt. Ook op OS Tamenga was het vandaag Wereldgezondheidsdag. Hier was vooral veel aandacht voor het probleem van HIV en AIDS. Buurtwerk Tamenga had daarvoor mevrouw Ethel Pengel uitgenodigd. Het komt in mijn zweet voor, maar je kan niet van besmet raken. Toch? Het komt in mijn tranen voor, maar je kan niet besmet raken. AIDS is een gevaarlijke ziekte. Ethel Pengel van stichting Double Positive kan het niet genoeg herhalen. Vandaag is aan de leerlingen van OS Tamenga komen uitleggen wat HIV-AIDS precies is. Nee, ik wist nog niet wat HIV was. Ik had wel ervan gehoord, maar ik wist niet hoe het eruit zou zijn. Ik wist niet zoveel over HIV-AIDS. Ik leef al vanaf 83 weet ik dat ik geïnfecteerd ben. HIV is natuurlijk het virus. En AIDS zijn de ziektebeelden natuurlijk die je dan op lange termijn dan kan ontwikkelen. Mits je medicijnen op tijd drinkt. Maar hoe dan ook, krijg je ook ziektebeelden. Van al die jaren dat we hier in Suriname bezig zijn met voorlichting, weten mensen natuurlijk hoe ze geïnfecteerd kunnen raken. Maar toch heb je altijd een groep mensen die denken van door een muskuut of door eten, je bloed te zetten in het eten, dat men geïnfecteerd kan raken. Dus het is meer een kwestie van meer voorlichting, preventie blijven geven. Mevrouw Pengel maakt de leerlingen duidelijk hoe je de ziekte kan krijgen en wat er met je gebeurt. Maar HIV-AIDS krijg je natuurlijk niet zomaar. Je kunt er zelf een heleboel dingen aan doen. Nou, je kan heel jong beginnen. Ik denk, spelenderwijs kan je al beginnen vanaf dat je het kind al in de eerste klasse lagere school zit. Spelenderwijs met tekeningen en zo ook een verhaal omheen. Zodat het ook een beetje duidelijk is voor dat kind. Ook daarmee beginnen. Ik heb heel veel geleerd hoe belangrijk HIV is en hoe je dood kan gaan. Hoe je het krijgt. En welke producten moet je gebruiken om jezelf te beschermen tegen HIV-AIDS? Tegenwoordig kun je als HIV-AIDS-patiënt een normaal leven leiden. Gelukkig wordt er steeds meer over gepraat. Op dit moment zijn er ongeveer 7000 mensen in Suriname besmet met HIV en AIDS. Hevige vechtpartijen in Ivoorkust. Al maanden is het erg onrustig in dit West-Afrikaanse land.
Vorig jaar november waren er presidentsverkiezingen, maar niet iedereen was het eens over de uitslag. In het land zijn er nu twee personen die zich de president noemen. Katara en Gbagbo. Beiden hebben zich laten beëdigen tot president. Maar volgens de grondwet van Ivoorkust is Katara de officiële leider van het land. Een burgeroorlog is uitgebroken in Ivoorkust. De aanhangers van Ouattara als van Gbagbo vechten nu al een tijdje met elkaar. Hierdoor zijn al honderden mensen overleden. Gbagbo weigert om op te stappen als president. De Verenigde Naties heeft daarom besloten in te grijpen. Gbagbo zal gestraft worden. Er wonen bijna 21 miljoen mensen in Ivoorkust. Door de aanhoudende onrust zijn veel mensen gevlucht uit het land. Wetenschappers hebben een nieuwe bacterie ontdekt die ongevoelig is voor bijna alle medicijnen. Een superbacterie dus. Deze bacterie maakt een enzym aan dat zich verzet tegen een geneesmiddel en dat door andere bacteriën kan worden overgenomen. Voor gezonde mensen zijn zulke bacteriën niet gevaarlijk, maar voor oude en gewonde mensen wel. Vaak worden deze bacteriën verspreid door zeemeeuwen. De oceanen liggen vol met menselijk afval en de meeuwen leven daarvan. Zij leggen lange afstanden af en worden op die manier transporteurs van ziektekiemen. Deze bacterie komt nu alleen in India en Europa voor, dus wij hoeven ons nog geen zorgen erover te maken. De kinderen van Onverwacht en Omgeving in het district Para zijn een bibliotheek rijker. De Amerikaanse ambassadeur zelf deed de opening. De bibliotheek is ontstaan uit het bezoek van Amerikaanse militairen aan ons land eind vorig jaar. Continuing Promise werd het genoemd. Ik voel me vereerd om dit gebouw aan de bevolking van het district Para over te dragen. Het begon allemaal heel formeel, tot het moment dat het lintje werd doorgeknipt. De jongens en meisjes zijn blij met hun nieuwe bibliotheek. Ik vind het goed, want niet iedere school heeft een bibliotheek hier in de buurt. Dus als de kinderen geen bibliotheek hebben op school, dan kunnen ze naar hier komen om boeken te lenen of om informatie hier te halen over iets wat ze willen weten. Het is goed, want aan de kinderen die geen bibliotheek hier hebben, ze kunnen hier komen informatie halen. En ze kunnen ook hier zo komen lezen en studeren. Boeken lezen vinden de kinderen heel belangrijk. Ik vind lezen belangrijk omdat verschillende culturen, je kan veel lezen. Uit lezen leer je heel veel. Omdat je leert over vroeger en wat vroeger is gebeurd. Nu zijn er in de bib alleen nog maar boeken in het Engels. Toch zijn de kinderen best nieuwsgierig naar deze boeken. Ze zijn leuk, misschien als je ze hebt gelezen, want ik zelf heb ze nog niet gelezen, maar ze gaan misschien leuk zijn als je ze leest, al zijn ze in het Engels. Dan ga ik het samen met mijn moeder lezen. Het was dan wel geen groot feest, maar een nieuwe bibliotheek is reden genoeg om er een leuke dag van te maken. De rest van de boeken is er ook al. Die moeten alleen nog worden geplaatst. Dan staat de bibliotheek open voor alle kinderen die willen lezen. Dit was het Vreese uitzending. Fijn dat je hebt gekeken en we zijn er morgen weer. Doei!